Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Bewolking rond Nederland, met name net ten noorden van ons land en over de Wadden. En ook ten oosten van ons land in Duitsland komen wat wolkenvelden voor. En dat betekent een gemengd beeld. Vanochtend vooral zon in het midden en zuiden van het land. In het noorden wat wolken. Op de Wadden kans op een enkele sneeuwbui en matige vorst op veel plaatsen. Die maar langzaam wijkt. Vanmiddag wordt het 0 tot min 2 graden. Er valt een enkele sneeuwbui in het Waddengebied. En misschien later in de middag ook in het oosten van ons land. De wind neemt langzaam wat af en waait over het algemeen matig kracht 3 dan gaan we naar de avond, dan gaat de temperatuur snel onderuit. Al snel vriest het weer matig. We hebben wolkenvelden, we hebben wat opklaringen en nog altijd in het vaddengebied een enkele sneeuwbui. Morgen komt de temperatuur maar met moeite omhoog. Het wordt min 3 tot min 5 met een snijdende oostenwind daarbij. Het is wel op de meeste plaatsen droog en we hebben een mix van zon- en wolkenvelden. Maar die wind is echt vervelend. En dan is die ook op de donderdag een, een matige tot krachtige wind dan met uh, min 1 op de thermometers, voor het gevoel is het veel kouder. Het is wel droog. Vrijdag gaat het van het zuiden uit sneeuwen. En dan zien we de temperaturen oplopen. Zaterdag hebben we dooi. En ook dan kan er nog wat winterse neerslag vallen. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.